Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Welkom bij de podcast van Vreugdevol Ouderschap. Hey, positief denken, hè? Tjongejonge. Doe je dat eigenlijk, positief denken? Of was je moe van al dat? Je moet positief denken. Nou, als je dat laatste verhaal, dan wordt dit een heel interessante podcast. Want daar gaat het over. En ik zit op mijn bank in mijn praktijkruimte. En naast mij zit Sandra Agenborg. Mm-hmm. Van Mentaal Sterken met Sandra. En Sandra, die, ja, jouw leus, wat is het ook alweer? Stop met positief zijn. Stop met positief zijn. Ja. Dus daar ga ik het over hebben, ja, met Sandra. Zeker. Ja. Hey, en welkom. Ja, dank je. Ja. Leuk. Waarom is dat nou zo belangrijk? Stop met positief zijn. Nou, kijk. Mijn doelgroep zijn natuurlijk mensen die vastlopen in stressklachten, burn-out. En als je dan gaat werken, op het moment dat je heel veel stress hebt, aan het stukje van, ik moet maar positieve mindset hebben, ik moet maar positief denken, dan komt alles goed. Mm-hmm. Dan gaat dat niet lukken. Want je staat in een stressstand, je staat in een vechtstand. En dan is positief denken eigenlijk bijna onmogelijk. Ja. En doordat het dan niet lukt, krijg je er nog meer stress van. En doordat je er nog meer stress van hebt en je baalt voor jezelf dat het niet lukt om positief te zijn, wordt je leven eigenlijk alleen nog maar onbevredigender. Ja. Want je denkt dat het anderen wel lukt, omdat je dat natuurlijk op Facebook of op social media ziet het wel gebeuren. Iedereen lijkt heel erg positief te zijn en positief in het leven te staan. Maar het lukt jou niet om positief te zijn. Ja. En je ziet in een ander het wel doen. En dan word je alleen maar gefrustreerder en bozer, ja, en gestresser. Ja, en het lijkt een beetje, wat dat in me oproept, alsof je dan naar je eigen ideaalbeeld wil gaan leven, terwijl je daar helemaal niet in past in je eigen ideaalbeeld of in je eigen ideaalplaatje. Absoluut. Ja. Er zijn mensen die zijn van, weet je, zoals van Kate Hudson of zo, weet je wel. Dat is die dochter van Goldie Hawn. Dat zijn van die mensen met zo'n happy gen, weet je wel. Die lijken ook, ik weet niet of het echt zo is, maar goed, die lijken dus ook altijd zo positief te zijn. En er zijn hele positieve mensen en er zijn hele veerkrachtige mensen bij wie dat zeker lukt en bij wie dat zeker, maar ook vooral normaal is. Ja. Weet je, en voor heel veel mensen is dat niet normaal. Om altijd maar positief te zijn. Is het bijna een soort van trucje wat je moet gaan aanleren. En wat dus niet werkt, zeker niet als je gestrest bent. Nee. En dan wordt het moeilijk. En wat is er dan nodig? Oké, stel je voor ouders die naar luisteren, hè? Vaders, moeders die gestrest zijn. Dat komt nogal eens voor. Ja, en zeker ook op dat soort momenten dat je 's ochtends vroeg de deur uit moet, bijvoorbeeld. Hè? Maar ook door de dag heen, natuurlijk. Mm-hmm. Wat is dan de eerste stap? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is de eerste stap? Ja, de eerste stap die ik altijd doorneem met mensen is van, wat zijn nu eigenlijk precies je gedachten? Ja. Wat denk je nu eigenlijk? Mm-hmm. En dan vervolgens eigenlijk je gedachten als gedachten gaan zien. Van joh, het is maar een gedachte. Mm-hmm. Weet je? Ik heb de gedachte, zeggen mensen, ja, maar ik moet op tijd op mijn werk zijn. Dat kan toch nooit een gedachte zijn? Het is toch zo? Mm. Het is en blijft nog steeds een gedachte die je heel erg in de greep houdt. Ja. Ik heb de gedachte dat ik op tijd op mijn werk moet zijn. Ja, maar is het echt waar? Klopt het ook echt? Als je 2 minuten later komt, wat gebeurt er dan? Ja. Als je 10 minuten later komt, wat gebeurt er dan? Ja. Het is zo raar, hè? We zijn zo slaaf geworden van onze neocortex, hè? De moderne hersenen die ons onderscheidt van... En dat is logisch, want aan de ene kant brengt het ons heel veel successen. Ja. Hey, je kunt daar heel veel successen met je denkbrein, kun je heel veel successen boeken. Ja. Dus we denken ook vaak dat als we in de problemen zitten, dat we dat kunnen oplossen met onze gedachten. Ja. Dus dat je dan bijvoorbeeld dus door positief te denken, die problemen kunt oplossen. Net als dat je, als je een brug moet bouwen voor je werk, ik noem maar wat, dan kun je dat in 100 stappen doen. En je neemt elke keer de volgende stap en dan kom je er vanzelf wel bij uit. Mm-hmm. En zo denken mensen dus ook van dat ze dat op die manier dus kunnen oplossen met hun gedachten door, nou, één van de voorbeelden daarvan is door positief te denken. Dat je het dan dus oplost om je rot te voelen of om je gestrest te voelen. En ja, dat je daarmee van alles af bent, zeg maar. Ja. Omdat je dus normaal successen boekt met dat brein. Ja, maar het is ook één groot escape natuurlijk, hè? Ja. Want de enige, tenminste, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Dat zal ik zo ook vragen. Onthouden. Ja. Maar de manier hoe ik dat zelf ervaar, soms denken mensen ook dat ik zo'n positief iemand ben. Ben ik ook absoluut, hè. Ik ben een ontzettend positief ingesteld persoon. Ja. Mijn mindset is heel positief. Niet omdat ik dat heb afgedwongen, maar dat is gewoon zo. Ja, soms is dat gewoon zo bij mensen. Dan zit ik met mijn zoon op de fiets, 's ochtends vroeg in de wind tegen. En dan zit hij te klagen. En dan denk ik, nou weet je wat lekker is. En terug ga ik even die wind achter.
Zo gaat mijn hersenen door. Maar dat is maar net hoe je zelf bent en hoe je bent opgevoed. Maar toch. Je kunt niet natuurlijk niet alleen maar positief zijn. Waarom ik positief kan zijn, is ook omdat die andere dingen er mogen zijn. Verdriet, ja, angst, boosheid. Juist. Nou ja, daar gaat jouw werk ook over, hè? Ja, absoluut. Ja. Acceptatie. Ja, precies. Het is niet alleen, je kunt niet zeggen, ik wil alleen maar het positieve en de rest wil ik niet. Precies, het is een vlucht ook in wat je bedoelt. Ik snap hem, dat je zegt van, oké, als ik positief ga denken, dan vlucht ik van die negatieve gedachten, vlucht ik van alles wat ik daarbij dus ook voel. Ja. En dan ben ik er van af. Weet je, het is eigenlijk bijna een soort van vermijdingsstrategie. Ja. Want je kunt nooit de rest van je leven 100% elke dag van 24/7 positief denken. Dat gaat gewoon niet. Onze hersenen zitten ook niet zo in elkaar. We zijn sterker nog 70% negatief geprogrammeerd. Mm-hmm. Want vroeger was het heel handig als je op gevaar lette. Als er een leeuw op je afrende, was het heel handig dat je niet aan de mooie bloemetjes bleef ruiken. Dus daar komt het ook vandaan. Daar komt het vandaan. En dat zit nog steeds in onze hersenen. Dus het is eigenlijk bijna een soort van tegennatuurlijks om, als je dus gestrest bent en als je in een soort van gevaarlijke, tussen aanhalingstekens, situatie zit, om dan maar positief te gaan denken. Ja. Dat is heel tegennatuurlijk. En bovendien inderdaad, het kan een soort van vermijdingsstrategie worden die niet werkt. Want je hebt altijd tegenslag of problemen of verdriet of moeheid of negatieve emoties in je leven. Dat hoort ook bij het menselijk bestaan. Niet alleen vanuit die 70% negatief georiënteerde hersenen, maar ook vanuit het leven zelf. Mm-hmm. Er gebeuren je dingen die niet leuk zijn. Ja, dat is het leven. En dat is het leven. Weet je, om dan dat ook maar positief soort van weg te gaan denken, kan ook neigen naar bagatelliseren. Ja, zeker. Ja, zeker. En dan ben je verder van huis. Ja. Dus het is veel belangrijker om te zeggen van, oké, die negatieve emoties, dat verdriet, pijn, schuldgevoel. Als ik Wat ik eigenlijk wel jammer vind? Ik hoor je zeggen negatieve gevoelens. Maar alleen al dat negatief heet en dat het andere positief heet. Ja, precies. Volgens mij hoort het gewoon bij elkaar. Gewoon gevoelens. Zijn dat gewoon gevoelens? Ja, precies. Of je nou negatief of positief zijn. Ja. Dat doet er niet toe. Ja. Nee, precies. En dat is waar mensen heel veel voor weglopen. Ze willen zich niet rot voelen. Ze willen zich altijd goed voelen. En dat wordt ook weer gevoed door die feel-good maatschappij. Ja, ik kan zeggen, want hoe komt het dat dan dat als onze allemaal natuur maar goed is, voelen. Ja, als onze natuur is dat er van nature meer letten op waar het gevaar zit. Ja. Hoe komt het dat we zo dat er zo'n hype, of is het een hype, of hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ik denk ook vooral door social media. En ergens, kijk, de cognitieve gedragstherapie in de psychologie is ook begonnen met het omdenken van je gedachten, van is het wel waar? En dat is natuurlijk ook vaak wat wel kan helpen. Maar het is vaak heel moeilijk om dat voor mensen vol te houden. Om constant maar met die gedachten bezig te zijn van, is het nu waar? Wat is nou een feit? Of verzin ik het zelf? Dan ben je eigenlijk toch nog steeds... Ben je nog steeds in je hoofd? Ben je nog steeds aan het vechten? Ja. En dat is wel hoe de psychologie is begonnen. Ja. En nu komt er dus een kanteling naar ook wat ik doe van je gedachten gewoon je als gedachten zien. Mm. En je hoeft daar niks mee. Weet je kunt je door laten meestromen alsof je in een waterval zit. Mm. En dan ga je helemaal kopje onder. Of je kunt achter die waterval gaan staan en gaan zien van, hey, het zijn maar gedachten. Ik hoef daar niet per se iets mee. En dat je waarnemer wordt van je eigen gedachten. Ja, en dat omdenken kost ook heel veel energie. Ja. Wat je dus ook niet altijd maar vol kan houden. Nee. En zo zijn er natuurlijk... wat was je vraag ook alweer? Hoe komt het dat wat eigenlijk in ons geprogrammeerd zit, negatieve? Ik denk dat het vooral gebeurd is ook door social media. Het positief moeten zijn, weet je, dat vooral ook is echt getriggerd ook door die social media en wat je daar allemaal ziet. En dat mensen zichzelf gaan vergelijken met een ander die het dan blijkbaar leuker heeft, maar wat helemaal niet zo hoeft te zijn. En weet je wat ik ook denk? Kijk, op het moment dat je echt op overleven staat, en dan moet ik even denken aan mensen die op de vlucht zijn. Wat zat mijn plaatje van overleven? Oorlog of zo. Op de vlucht. Ja. Dat lijkt me echt, lijkt me echt echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Wat wil ik nou zeggen? Ja, dan ben je zo druk met het leven zelf, dat je niet eens kans hebt, volgens mij. Nee. Maar ik heb er nooit in gezeten, hè, in zo'n situatie. Dan kun je niet persoonlijk groeien. En het is ook een soort luxe ding dat wij bezig kunnen zijn met positief willen denken. Ja. Weet je? Dat is ook, we hebben genoeg te eten, we hebben een onderdak. Ook al ben je arm in Nederland, dan nog heb je het relatief goed. Weet je zo? Ja. Waardoor we allemaal luxe problemen krijgen. Ja, absoluut. Dit is ook een luxe probleem. Ja, ergens wel. Ja. En het is ook zo dat dit is ook een beetje een soort van de ideale mens die er nu heerst. Dus de ideale mens is iemand die positief is, die gezond eet, die veel sport, die presteert, die topprestaties, successen behaalt. Dat is een beetje de ideale mens. En
In de Victoriaanse tijd was de ideale mens een heel ander mens. Hoe was het toen? Ja, de vrouwen, weet ik veel. Weet je, als je als vrouw... Dan was je een goede vrouw, denk ik, als je thuis zat en heel goed kon naaien of zo. Weet je wel? Ja, zoiets. Dat is een andere tijd. Het is echt een andere tijd. Ja, dan was de ideale vrouw als een andere vrouw dan nu. Nu ben je de ideale vrouw als je alles kan, bij wijze van spreken. Dat kan helemaal niet. Nee, ja. Weet je? Ja. Dus dat is ook wat meespeelt. Dat is natuurlijk de tijdsgeest en het hele social media effect. En ja, weet je... Ik scherm er gewoon zelf heel veel af van dingen. Ik hou gewoon van om het liefst in mijn eigen bubbel te zitten. Ja, want hoe doe jij dat? Dat is inderdaad het. Nou, vraag. Zo. Ja. Door inderdaad, ik woon bijvoorbeeld in Zeeland. Hè? Ja. Daar is het rustig. Het is echt een bewust gekozen plek. Waar ik veel zee, strand en natuur om me heen heb. Waar ik niet de hele tijd in de file sta. Waar ik niet in hele rijen in de supermarkt sta. En ik laat ook nu ook de Jumbo bezorgen. Dat vind ik sowieso relaxed. Dus ik zit heel erg in een heel veel rustige omgeving, zeg maar. Om gewoon... Dat ik daar ga ik stromen, weet je, komt de creatieve dingen vrij. En daar, vanuit daar kan ik mensen goed helpen. Ja. Die dan bij mij thuiskomen in mijn praktijk. En ik zie ook geen 10 mensen op een dag. Dat is gewoon te veel. Ja, dus je past, jouw leven is ook aangepast aan wat voor jou prettig is. Ja. Waardoor je al niet zoveel stress hoeft te hebben. Waardoor het wel fijner en makkelijker is. Ja. En daarbij speelt hooggevoeligheid natuurlijk een rol, ook bij mij. En ik merk gewoon dat gewoon is wat ik nodig heb. En dat is niet per se wat er om me heen gebeurt. Ja. Weet je? En natuurlijk, ik heb daar ook aan meegedaan. Ik ben daar ook in op mijn bek gegaan. Ja, want hoe ben je hierbij gekomen om dit als jouw specialisme te doen? Nou, gewoon puur omdat ik daar zelf ook tegenaan liep. Mm-hmm. Ik dacht van, joh, weet je, waar zijn we nou met z'n allen helemaal mee bezig? Wat ben ik nou mee bezig? Altijd maar aan het rennen, vliegen en... Ik bedoel, jij bent kindertherapeut, je verliest de verbinding met je kind. Mm. Weet je, bent alleen maar bezig met hoe kan ik hem zo snel mogelijk goed laten eten. En zo snel mogelijk naar bed krijgen. Mm. Weet je, zodat ik even rust heb. Zodat ik even mijn hoofd even een beetje ruimte. En dan lig je kind in bed en ben je back off. Ja. Want heb je de hele dag achter je eigen hoofd aangehouden. En dan voel ik me ook nog slecht omdat ik mijn kind snel op bed heb gelegd. Ja. Weet je wel. Wat was dat, want jij noemt nu je kind erbij, want je zoon is inmiddels 13, hè? Was dat ook in je moederschap dat je daar tegen dat? Want er moet ergens een moment zijn geweest dat je tegen die grens aan bent geknald. Of dat een moederschap moet ik even denken. Wat is het moment geweest wat een soort besef of een omslag? Ja, het is eigenlijk meer geleidelijk gegaan. Ja. Want ik werkte als psycholoog in de revalidatie. Dan was ik echt 8 uur per dag was ik mensen aan het behandelen. En dan kwam ik echt helemaal vol in mijn hoofd thuis. Mm-hmm. Dan kon ik 's avonds niks meer. En dat was gewoon het punt dat ik dacht van, ja, maar zo wil ik het niet. Mm-hmm. Want ik kon niet met mijn kind en mijn partnergezin, kon ik niet bezig zijn op de manier waarop ik met ze bezig wilde zijn. En dat is eigenlijk wel een beetje geleidelijk aan het omslagpunt geweest. Yeah. En ik dacht van, ik moet gewoon veel en veel meer ruimte voor mezelf gaan creëren. En ik zeg altijd, en misschien is dat ook een beetje negatief gezien, maar mijn oude, wat ik 100% vroeger deed... Doe ik nu voor 50%. Mm-hmm. Maar die 50% is mijn nieuwe 100%. Mm-hmm. Snap je? Heel veel mensen zien dat ook verkeerd. Van, als ze dus in een burn-out zijn geraakt. En ze gaan minder doen. Ze gaan minder werken. Of ook die aanpassingen doen in hun leven. Dat ze dat toch zien als een soort van mislukken. Als een soort van falen. Ja, maar waar spiegel je? Waar meet je aan eigenlijk? Hè? Precies. Welke maatstaven hanteer je? Dat hoeft helemaal niet. Want dat is ook weer iets van de maatschappij. Van je moet maar volop meedraaien. Maar als je voor 50% dus de helft doet wat je deed. En dat is jouw nieuwe 100%, dan is dat gewoon oké. Ja, maar dat gaat er wel om, om dus echt verbinding te maken met wat voor jou goed voelt. Met wat jouw behoeften zijn. Juist. En dat gaat helemaal niet over hoe ik dat zie, hè? Niet zozeer over gedachtes van, maar juist om naar je gevoel te bewegen. Zeker. En daarom is het zo belangrijk dat je die gedachten als gedachten ziet. Ja. En niet in je hoofd gaat zitten. Gewoon relativeren. Ja, en omdat niet zo... Want dat is, dat zeg ik ook altijd. Weet je, als je dus van negatieve gedachten positieve gedachten probeert te maken. Wat ben je dan eigenlijk aan het doen? En wat ben je dan ook als coach of als psycholoog aan het doen? Ja. Dan ben je eigenlijk diegene, en je bent zelf, ben je eigenlijk alleen maar meer aan het vechten. Ja. Dus die coaches zijn eigenlijk... Die zijn bezig om diegene te helpen met vechten. Te helpen veranderen eigenlijk, hè? Nee, te helpen vechten met die gedachten. Ja. Dus je probeert negatief naar positief om te denken. En dan kom je bij een coach die zegt... Ja, maar ja, is dat wel waar? En zo. En dan kan je ook zo bedenken. En dat komt wel goed. En dan gaat die ander... dan moet ik dat gaan denken. En dan ben je eigenlijk constant aan het vechten. Dus dat is net als een schaakbord. Je hebt die witte en die zwarte pionnen. Ja. En je bent dan in gevecht. Dus die witte pionnen en zwarte pionnen zijn je gedachten. Positief en negatief. Maar ik zeg altijd, je kunt beter...
het schaakbord zelf zijn. Ja. De ondergaan liggen en ruimte maken voor die positieve en negatieve gedachten. Maar niet in dat gevecht gewikkeld zijn. En nou, heel veel coaches denk ik hebben dat ook niet in de gaten. Dat ze die mensen alleen maar helpen met vechten. Maar je bent eigenlijk, ook als coach, maar ook zelf, als je op zo'n manier daarmee bezig bent. Ben je verandering aan het afdwingen als het ware. Ja. In het gesprek wat jij net met mij had, hè, in het vorige interview, was het ook een onderwerp. Hè? Dus het is ook boeiend om dat erbij bij te luisteren. Ja. En het gaat juist niet, hoe minder je, dat is zo'n uitspraak, vind ik zo mooi van, misschien ken je die ook al van Roger, hoe heet hij ook weer? Roger Moore, zeg ik het goed? Oh, James Bond. Nee, dat precies, James volgens mij Bond. Zeg ik de naam helemaal verkeerd. Dat is James Bond. Oh, nee, dat is iemand, wat raar, ik ben de naam kwijt van degene. Oh, nou, misschien kom je zo. Wat stopt. Juist niet aan denken, dan komt hij juist. Ja, niet aan denken, precies. Maar in ieder geval, die uitspraak zelf gaat over, van het is een paradoxale... paradoxaal iets van juist op het moment dat je de ander niet, als je iets niet wil veranderen, niet hoeft te veranderen, dan gaat het veranderen. Juist door te accepteren zoals het is, en dat klinkt allemaal heel makkelijk, accepteren zoals het is, maar juist als je het kan laten zijn voor wat het is, en daar de kramp van afhaalt, en de druk om te veranderen, dan gebeurt er iets, waardoor er komt een soort ontspanning, die maakt dat dingen veranderen. En dat is wat kun ik bedoel. Kun je niet afdwingen. Dat is wat ik bedoel. Maar je kunt er wel actief mee bezig zijn, maar je kunt het niet afdwingen. En als je zegt inderdaad van, goh, die negatieve gedachten, maak er positieve van, dan ben je dat is ook aan een kramp. Verseren. Ja, absoluut. En wat ook altijd heel erg helpt, dus ik zeg tegen mensen ook altijd van, mensen denken van, die gedachten, daar wil ik helemaal niet aan denken. Nou, dan denk ik er niet aan. Nou, of om er niet aan te hoeven denken, ga ik dingen doen. Dan allerlei vermijdingsstrategieën inzetten. Weet je, gewoon maar ontkennen, doorgaan, heel hard werken. Of misschien alcohol drinken. Of, weet je wel. Maar... Weet je, het werkt niet. Als je tegen je hersenen zegt, denk niet aan een roze olifant. Dan zie je hem juist. Ja. Dus ook dat is, denk maar zo hard aan een roze olifant als je wil. En dan denk je hersenen, nou ja, hoeft niet. Ik vind het helemaal niet interessant. Ja. Weet je? En dat zeg ik ook altijd mensen die niet kunnen slapen. Van, ja, ik moet slapen. Weet je, ik moet slapen. Ik mag niet wakker liggen. Dan zeg ik, zeg maar tegen jezelf. Denk maar lekker wakker. Je kan heerlijk zijn in de nacht. Ik ga lekker wakker liggen. Kan mij het schelen. Ja. Weet je? Voor mij werkt dat heel goed. Ik heb er nu eigenlijk helemaal geen last meer van. Maar ik heb dat echt mezelf toegepast. Het gaat heel erg over ontkrampen. Hè? Ja. Ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Ik heb kinderen hier in ook waar ik aan moet denken, die slaapproblemen hadden. En dan zeg ik altijd tegen ouders van, kom, we gaan helemaal niet meer over de slapen hebben. Ja. Laat me helemaal los. Dat is helemaal oké. Ga je maar gewoon lekker wakker liggen. Dat komt helemaal goed. En ga gewoon daar niet te veel mee bezig. Een dagje zonder slaap kom je ook wel door. Ja. Weet je wel? Of als het eens een keer lukt om niet te eten vanuit spanning. Nou prima, sluit toch een maaltijd over. Ja, mogen gewoon wat ik hoor in jouw verhaal ook. Is gewoon mogen wat relaxter zijn. Hè? Mm-hmm. Is dit nou... Ik maak even een sprongetje. Jij hebt ook veel gereisd, hè? Ja. Als reisleidster heb je gewerkt. Ja, maar zelf ook als backpacker, zeg maar. Als backpacker, dus, ja. Je hebt veel gereisd, veel culturen gezien, veel landen bezocht. 30 landen. Is dit nou, waar we het nu over hebben, een typisch Hollands dingetje? Of zie je dat ook in andere landen? Nee, ik denk wel typisch Westers dingetje, hoor. Westers, sowieso. Niet Hollands. Ja, Westers. Ja. Ik zie het, weet je, ik heb heel veel in Maleisië gezeten, Thailand, in Nepal en daar heel veel met boeddhisme zo bezig geweest. Nou, Maleisië is dan wel islamitisch, maar goed. Ook daar heb je yoga en zo. Heel veel yoga gedaan, heel veel boeddhisme. En daar ben ik toen echt heel erg persoonlijk in gegroeid, ook tijdens mijn reizen. En dat ik toen ook eigenlijk wel erachter kwam van, dat boeddhisme is ook heel erg van, hoe zit het ook alweer? Pijn hoort bij het leven, maar lijden is optioneel. Weet je? Het is net hoe je het ontvangt, hè? Weet je wat mij aan het denken, wat ik vroeger was deed? Nee. Ik weet niet, jij bent van 74 en ik van 76. Ja. Maar ik vermoed dat ze... Ik ken allebei Wham en Madonna. Ja, precies. Ik ken allebei Wham en Madonna. Vroeger op het schoolplein was er zo'n fase. Zal ik je prik geven? Wil je een glaasje prik of zo? En dan moest je de arm doen. En dan gingen ze een tegengestelde richting op je arm draaien. Ja, schrikkeldraad. Dat deed mijn vader al erbij, precies. Ja. En dan kan je dus denken van, dat doet pijn. Ja. Maar wat ik altijd deed, is voelen wat er gebeurt. Dat deed ik ook bij mijn vader. Ja. Die deed dat bij mij. En dan zei ik, lekker hoor, doe maar. Ja, dat je het oordeel eraf haalt. Want dat kun je wel met je gedachten. Ja. En daarom lijden is optioneel. Ja. Of als ik bij de tandarts ben,
kun je zeggen, ah, dat gaat heel pijn doen. Maar ik ga altijd liggen en dan ga ik nieuwsgierig zijn van, hey, hoe zal dit voelen? Wat voel ik? Is het nou warmte of is het koud of is het scherp of is het zacht? Juist. Dus dat ik ga waarnemen in plaats het van... Het laten zijn. Ja. En dat geeft ontspanning. En dan ben ik niet eens mijn gedachten aan het veranderen. Maar natuurlijk is het wel het heeft wel met een mindset te maken. Absoluut. Mijn man, een heel leuk voorbeeld wat je geeft. Ja. Want die moest ook naar de tandarts en die heeft dus... Volgens mij was het een kies laten trekken. Mm. Zonder verdoving gedaan. Oh, yeah. Toen zei ik ook van, hoe doe je dat dan? Weet je? Zei hij, ik ga gewoon juist naar die pijn toe. Ja, daar niet bang voor zijn. Toen dacht ik, wow, dat vind ik wel heel sterk. Want ik weet niet of ik zo ver zou kunnen gaan. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Ja, zeker. En metaforisch gezien. Ja, en denk maar aan een kindbare. Maar goed, dat is ook wel een... Ja, en dan vond ik dat ook nog niet eens zo. Dat had ik ook niet zo. Van, had ik heel snel acceptatie bij. Omdat ik dacht van, moet er toch uit. Ja. Ik kan het wel niet willen, maar... Ja, maar je kunt ook in zogenaamde negatieve gedachten zitten... om even die bevallingen erbij te nemen. Mm-hmm. Als je daar... Maar goed, misschien is dat iets complexer onderwerp meteen. Daar hangen wel meer dingen aan samen. Er luisteren ook mannen, hè, nu dus. Hè? Ja, precies. Even een ander voorbeeld. De tandarts is misschien wel een... dat is een hele goeie. Ja, kenbaar voor iedereen. Maar het is... Kijk, als je heel veel in je hoofd zit... en je bent altijd met je hoofd bezig... in het positief, negatief... en niet aan denken... en allerlei vermijdingsstrategieën aan het inzetten... en denken dat je ook... dat doen heel veel mensen ook... vooral perfectionisten... denken dat je dus met denken dingen kunt oplossen. Hmm. Hoe harder je erover nadenkt... Als je relatie uit is van, had ik maar dat gezegd, zo gezegd, dat gedaan, dit niet gedaan, wel gedaan. Misschien als ik nu nog eens dat zeg, of dat app, of dat, weet je? Ik word er helemaal moe als je dat vertelt. Ja, maar zo gaat het echt. Daar word je heel moe van. En die mensen zijn ook doodmoe. Ja, joh. En die zeggen, ik ben zo moe, weet je wel? Ja. En denk, hoe komt dat? Je hersenen zijn je grootste brandstofverbruikers van je lichaam. Dat weten heel veel mensen niet. Nee. Maar als jij dus heel de dag in je hoofd zit, maar dat soort gedachten aan het vechten... Dan verbruik je zoveel energie. Ja, en weet je wat ook heel gek is? Dat die mentale energie wordt ook veel gebruikt om jezelf te straffen. Hè? Zeker mensen die perfectionistisch zijn. Als het dan niet gaat zoals ze dachten dat het zou gaan. Of dat ze niet goed genoeg doen. Dat ze dan boos worden op zichzelf. Ja, absoluut. En ik heb daar veel met kinderen ook. Natuurlijk ook kinderen hier gehad die dat deden bij zichzelf. Ja. En dan vroeg ik wel eens. Of dan vertelde ik als van. God, dat is toch gek hè, dat wij dat doen als mensen. Hè? Dat eigenlijk ga je jezelf dan straf geven. Ja. Het is net alsof je jezelf gaat slaan. En het is ook gek dat dieren dat niet doen. Ja. Ik heb nog nooit een hond zichzelf zien slaan. Nee. Hij is wel in zijn eigen staat bijten, maar dat is een spelletje, weet je. Ja. En dan had ik een meisje, dat is even een leuke anekdote. Ja. Een meisje die zei, ik was helemaal stil en die nam het helemaal tot zich. Ja. En die zei tegen mij, ik heb het wel eens gezien dat een dier dat deed. Ik dacht, oh ja? Ja, ik was bij oma en toen keek ik naar een vlieg. En die zat de hele tijd met zijn pootjes op zijn hoofd. Die was zichzelf aan het slaan. Dat is helemaal naar zitten kijken. Ja, ja. Zo schattig. Ja, grappig. En ja, was zichzelf aan het wassen. Kinderen zien dat net wat anders. Maar goed, maar dat is wel een gek iets eigenlijk. Hè? Dus dat je door... Dat je jezelf met je gedachten dan eigenlijk ook weer... Pijnigt. Op de kop gaat geven en weer gaat pijnigen. En dan... Je bereikt er niks mee. Het gaat de hele tijd over niet... Nee. Niet kunnen zakken in hoe het is. Of hoe, nee, niet kunnen, niet kunnen accepteren met wat er is. Niet kunnen zijn met wat er is. En dat terugbrengen, dat is echt een soort van bijna aarde. Ja, dat is een soort van gronden. Daarom noem ik het ook zakken. Want het het is zo zakken van je hoofd naar je gevoel. Ja. Weet je, dat is echt bizar. En als het mensen dan lukt om dat te doen, dat is heel mooi om te zien. Ja. Maar daar zit ook meteen het probleem. Mensen denken dat dat maar... ook weer vanuit die maatschappij ingegeven, dat ze maar weer snel, dat maar snel moet kunnen. Ja. Dat ze maar snel het anders moeten doen, dat ze maar weer snel dus aan het werk moeten. Dat gaat hem rustiger aan, Hebben geen idee waar ze voor staan. Ja. Het is echt een heel veranderd proces, waarin je echt veel dingen zo anders zou moeten doen, zou moeten aanpassen. En dat ook vol houden is natuurlijk ook vaak de kunst. Mm-hmm. En er gaat toch vaak een hele wereld open voor mensen die een traject dus ook natuurlijk bij mij gaan doen. Ja. En ook verbaasden ze dan hoe lang dat duurt. Ja. Dus ik zeg dat ook altijd in het begin. Dit doe je niet in 6 weken. Hmm. 3, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar zie ik mensen. Weet je, het ligt een beetje aan de persoon zelf. Want de een heeft bijvoorbeeld wat meer zelfvertrouwen. Dan gaat het al wat makkelijker dan een ander. Dus En je zegt wel ook hè, van goh, het is wel een westers dingetje. Hmm. Maar toch heeft niet iedereen daar last van. Ik bedoel, in het hoofdleven, zo als ik het maar noem, mm-hmm.
De een heeft het meer dan de ander. Maar zie je overeenkomst tussen de mensen die jij ontmoet in je werk? Van met betrekking tot hun achtergrond, manier hoe ze zijn opgevoed? Absoluut. Ja? Wat is dat? Ik zie echt mensen die vooral... zijn ook weer, jij zei het ook al net in die podcast met jou. Er zijn eigenlijk twee soorten mensen. En ik zie vooral mensen die eigenlijk een soort van genegeerd zijn in hun jeugd, zeg maar. In ieder geval op een of andere manier het gevoel hebben gekregen van dat ze er niet toe deden of dat hun meningen niet mocht zijn. En die gaan zichzelf wegcijferen. Mm-hmm. En bang zijn om dingen fout te doen. Dus die gaan alles heel perfectionistisch aanpakken. Ze gaan heel erg gericht zijn op de verwachtingen van de omgeving. Zich heel erg aanpassen. Dat zijn vooral de vrouwen. Ja. En dus perfectionistisch aanpassen, zichzelf wegcijferen. Eerst alles voor de ander doen, alles goed doen. Geen fouten laten vallen, zodat je ook geen kritiek krijgt. Weet je wel? En de hele dag aan het schuilen eigenlijk ook. Ja, zeker. En dan ook inderdaad vaak een masker op naar buiten. Het gaat allemaal hartstikke goed. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk een keer fout. En aan de andere kant is het toch ook wel een beetje de mannengroep, zeg maar. Mm-hmm. Dat zijn die mannen die heel erg zitten in dat stukje presteren van die maatschappij. En als man maar succesvol moeten zijn. Zoveel mogelijk verzamelen, hè, van ook vanuit de jagerstijd. Van meer is beter. Met dat idee dus ook weer heel perfectionistisch aan de slag gaan. Mm-hmm. En dus uiteindelijk vastlopen ook in het stukje van... Die zijn eigenlijk alleen maar in hun hoofd bezig met die doelen te bereiken. Die vergeten in het nu te zijn. Ja, maar dat gaat... Met in verbinding te staan met wat er om hun heen is op dit moment. Ja, want dat is wel het sleutelwoord. Hè? Hoor ik ook die verbinding met jezelf. De ene groep die te veel aan het pleasen is de hele tijd. Die is ook niet in verbinding met zichzelf. Maar de hardwerkende man die hartstikke zijn best doet. Die gaat ook over zijn eigen grenzen heen omdat hij het niet meer voelt. Die heeft ook niet die verbinding. Ja. En dan gaan er vervolgens dingen mis in het gezin. Ja. Weet je, groeit uit elkaar. Kinderen krijgen last van die druk en die hoge eisen. Die zo iemand dus ook weer aan de kinderen stelt. Ja. En ja, en dan krijg je allerlei problemen. En dan pas komen ze bij mij. Als er al heel veel problemen zijn. Ja, want je kunt het ook verschoppen, want dat is misschien wat verraderlijk. Ja, kijk, op het moment dat je mensen die heel snel boos zijn, bijvoorbeeld, die komen sneller in hulpverlening terecht. Omdat het iets is waar anderen ook last van hebben, wat heel destructief is. Worden soms ook gestuurd. Ja, of worden gestuurd. Terwijl op het moment dat je last hebt van perfectionisme... Je kan daar heel ver mee komen. Want het wordt heel erg gewaardeerd door anderen als absoluut, je dat doet. Absoluut. Dus, je bent alleen... een prettig iemand om mee om te gaan waarschijnlijk. Ja, maar vooral op de werkvloer. Je bent of een goede werknemer of je bent zelf een goede ondernemer. Ja. Juist vanuit dat perfectionisme. Je hebt alles onder controle. Maar je ziet altijd dat het thuis daardoor misgaat. Ja. De mannen die bij mij zitten, die komen altijd omdat het niet per se zakelijk niet goed gaat of wat dan ook. Ook wel vaak omdat ze toch werk doen wat ze net niet leuk vinden, maar het wel goed kunnen, weet je wel, of zo. Maar ze komen echt omdat het dan thuis spaak dreigt. Maar dan is het dus al jaren, dit is wel een probleem wat al jaren al speelt. Hè? Absoluut. Het is niet iets wat altijd zomaar vanuit de jeugd. Het komt nooit uit de lucht vallen. Weet je, ik vroeg niet heel erg in iemands verleden, maar ik kijk altijd wel van gewoon puur voor jezelf als bewustwording. Mm-hmm. Van waar komt dit nu vandaan? En wat voor rol spelen genen hierin? Nou kijk, je hebt gewoon in aanleg heb je bijvoorbeeld angst en depressie in je genen. Maar het is maar net wat er in je leven gebeurt of die angst en depressie tot uiting komt. Dus dat is een bekende voorbeeld van een tweeling, weet je wel. Dus een tweeling, de ene groeit op in een beschermd milieu en de andere groeit op in een wat onveiliger milieu. En ze hebben allebei in aanleg, dus in hun genen, angst en depressie. Nou, degene die wat in een onbeschermd milieu opgroeit en wat heftigere levensgebeurtenissen meemaakt, daar komt de angst en depressie tot uiting. Ja. En bij degene bij wie alles gewoon veilig en smooth verloopt, dan hoeft daar niks te gebeuren. Die hoeft niet angstig of depressief te worden, terwijl het wel in de genen zit. Ja. Dus ik kijk dan ook altijd vanuit het biopsychosociale model, kijk altijd wat is de aanleg en wat is natuurlijk je eigen persoonlijkheidskenmerk, maar ook wat gebeurt er sociaal om je heen. Wat voor milieu zit je, waar woon je, met wie heb je te maken enzovoort. Ja, we zijn onderdeel van iets veel groters. Ja, precies. Mm-hmm. En dat is ook wel natuurlijk, als kind heb je daar ook geen invloed op hoe je wordt opgevoed, zeg ik ook altijd. Maar als je op het punt bent dat je het vastloopt, dan kun je zien, oké, het komt daar en daardoor. Ik heb blootgestaan aan dat soort invloeden, daardoor ben ik dat gedragsmechanisme gaan toepassen. Mm-hmm. En nu wil ik het anders. Ja. Maar dat is het mooie, hè, van om weer, mensen die hier naar luisteren, meestal zijn vader of moeder. Dat vind ik zelf weer het mooie van de ontwikkelingsweg als ouder. Hè? Want je kind wordt helemaal zo puur geboren. Mm-hmm. Natuurlijk heeft hij zijn eigen aanleg en zijn eigen thema's die het mee het leven inneemt, zo noem ik het maar. Eigen spirit. Ja, zijn eigen spirit. En
Maar het wordt gevormd door de opvoeding en door de cultuur en door de, mm-hmm. de omgeving, alles wat er mee speelt. Nou, en dan op een gegeven moment kom je op een leeftijd, bij de ene is het vroeger, bij de andere later, ja. dat je weer dat gaat afpellen, datgene waar je mee bent opgegroeid, en ja. dat je weer teruggaat naar Juist, ja. de puurheid in jezelf. Dus dat is altijd hoe ik ja. daar naar kijk. Zo doe ik dat ook. Ja, ik zeg altijd van, wat deed je het liefst als kind? Ja. Ja. Heel simpel. Ja. En voor heel veel mensen is dat niet simpel. Ja. Want dan zeggen ze, ja, nou ja, moet ik daarmee? Ik was veel buiten aan het spelen met mijn vriendinnen. Ja. Moet ik dan nu gaan buitenspelen met ja. mijn vriendinnen? Maar die pure, maar de kern daarvan, van, ja. van wat, dat die vonkjes die in je zaten als kind, ja. die zijn er nog steeds. En ook al zijn ze bedolven onder een soort ja. laagje van aanpassing, ja, toch, die doven niet zomaar. Zeker niet. Ik heb dat ook zelf toegepast op mezelf. Van, wat ja. deed je nou als kind het liefst? Nou, ik wat was deed aan, jij het liefst? Ja, ik was aan het schrijven, aan het tekenen, aan het dansen en aan het meezingen. En teksten was ik aan het uitzoeken. Ja. Of de vertaling ging naar de hitkrant, weet je. Moest je nog naar de ja. boekwinkel. Hitkrant moest je dan kopen. Ja. En dan was ik die teksten, weet je. Die ging ik dan meezingen en zo. En nou, dat dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Weet je wel? Maar toch, ik ben het weer gaan doen. Weet je, ik ja. ben op hip-hop les gegaan. Oh, wat leuk. Ik ben, ja, als ik nu kook, vind ik koken helemaal geen ja. bal aan. Dus dan zet ik de muziek aan en dan zing ik mee. Weet je, maar ook, ik ben het wel structureel weer gaan terughalen in mijn leven. Dus het schrijven, het tekenen, dat doe ik in mijn online bedrijf. Ja, leuk. Omdat ik toch echt voelde van, ik mis dat zo. En dan kan ik ja. blog schrijven, ik kan tekenvideo's maken. Ja, we kunnen heel veel kwijt aan ons werk. Hè? Ja, en dat is het mooie ervan. Dat ik dacht van, ja, daar kan ik gewoon mijn eigen kind weer in kwijt. Mm. En op het moment dat je eigen kind weer een soort van terugvindt, ben je ook een veel betere moeder ja. voor je eigen kind. Want ja. je voelt het kind zoveel meer, weet ja. je wel. Ja, en dus het vrijheidsstuk van je kind, hè? Ja. Ook ik herken dat ook heel erg, wat je zegt. Als kind heb je die druk niet van, weet je, tenminste, je hebt wel school en zo, en je moest natuurlijk je huiswerk doen, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar, tuurlijk, ik deed mijn huiswerk, maar ik herinner me ook gewoon vooral het vrije leven eromheen. Ondanks dat je toch in een soort van curslijf zit. Mm. Weet je wel? Ik was vooral bezig met muziek en vriendinnen. En weet je, de schrijven en de tekenen. En dat is hoe ik mezelf toch vooral herinner. Mm. En ik heb toen ook, toen ik klaar was met VWO. Toen, ik weet ook niet waar ik dat vandaan haalde. Maar ik zei toen tegen mijn ouders, joh. Ik had het blijkbaar ergens geleerd. Ik zei, ik ben nu 6 jaar lang met mijn linkerzelf bezig geweest. Ik ben nou helemaal zat. Dat wist ik wel. Ik ga nu een jaar niks doen en ik ga alleen maar dingen doen met mijn rechter zelf. Mm-hmm. Dus ik ben gaan tekenen, schilderen, fotograferen. En toen heb ik uiteindelijk ook creatieve opleiding gekozen. Ja, omdat CNV. Ja, omdat creatieve maatschappelijke vorming. Culturele maatschappelijke. Culturele, oh sorry. Culturele maatschappelijke vorming. Ja. En omdat ik gewoon voelde van, dit heb ik nodig, dit is wat ik wil. Ja. En ik ben zelf als kind, ik wist altijd wel heel goed wat ik wilde. Ik denk dat ook wel heel erg scheelt. Ja, dus die verbinding met jezelf. Want als je goed weet wat je wil, dan heb je dus die verbinding met jezelf. Maar hoe weet je goed wat je wil? Doordat je thuis... Ja, precies. Dat je thuis mocht zijn. Ja, dat je weerklank kreeg daarop. Ja. En dat het ook, dat je de ruimte kreeg om dat te ontdekken en daarmee te zijn. En dat... Ja. Precies, want ik ben alleen over de wereld gereisd. Met mijn backpack. Ik wilde ook niemand mee. Maar dan dacht ik, moet ik rekening gaan houden met iedereen. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon doen wat ik wil, waar ik zin in heb, dat ga ik doen. Ja, dus heb je ook heel veel vertrouwen. Want op het moment dat je echt verbinding hebt met jezelf, kun je... En als je niet bang bent voor boosheid, voor angst, voor verdriet, dan kun je dus heel veel. Want als dat op je pad komt, dan weet je, hey, daar kan ik mee omgaan. De wereld vergaat niet. Of het kan moeilijk zijn en zwaar zijn, maar je kunt er wel doorheen bewegen. Ja, je kunt op jezelf terugvallen. Ja, en dat is echt zelfvertrouwen. Ja. Ja. En dat heb ik tijdens die reis natuurlijk echt wel ook... Ik had het denk ik al wel, maar ik ben het daar nog steeds meer gaan ontwikkelen. Ook dat intuïtieve gevoel. Dus als je alleen reist, dan staat toch je intuïtie aan. Ja. Voelt het hier goed of niet goed? Absoluut, ja. En ik ben weg of niet? Maar ook van, ik was een keer in Praag. Toen dacht ik, wil hier helemaal niet meer zijn. Ik ben naar een reisbureau gegaan. Ik heb een ticket naar San Francisco geboekt. Mm. Ik dacht, daar wil ik nu naartoe. Weet je? Gewoon, heerlijk, hè? Die gewoon dat kunnen doen ook. Ja, lekker. En weet je, ik werkte als reisleider, dus ik verdien daar best veel geld mee. Dus ik kon dat ook doen. Weet je, dus het is ook wel je voorwaarden scheppen natuurlijk. Ja. Hè? Dat hoort er wel bij. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, dat gaan we allemaal doen. Ja. Je moet er wel natuurlijk een soort van plan voor hebben en over nadenken. Ja. Maar het gaat wel heel erg over vrijheid. Absoluut. Bij mij is het vrijheid heel diep. Ja. Daarom ben ik ook gewoon voor mezelf begonnen en doe ik dit online. Omdat ik denk, dit geeft mij gewoon vrijheid. Ja, en je helpt mensen die onvrij zijn. Want op het moment dat je zo vast zit in je eigen gedachten, ben je zo onvrij. Zo. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dat komt door de cultuur, dat komt door dit, dat komt door dat. Nee, maar je bent je eigen gevangenis, heb je gemaakt, hè?
En ja, precies. En die mag je losbreken. Ja, en ik gun die mensen ook zo dat ze dat zelf ook gaan ervaren en voelen. Ja. Weet je, ik heb echt soms echt ook doorbraken met mensen die ook gewoon ook stoppen met werken, hele andere dingen gaan doen. Weet je? Omdat die ook voelen van het kan anders. Ja. En dat is gewoon mooi om te zien. Ja, dat is wel heel gaaf. Ja. Heb jij één voorbeeld van iemand die je begeleidt dat wat jou echt heel erg raakte? Waar je echt dat zo... Ja, iemand met heel erg veel angst. Die, ze was echt, ze durfde niet eens door een tunnel over een brug met de auto. Die heeft natuurlijk veel in Zeeland. En het was heel ironisch, want ze werkte zelf op een reisbureau. En ze zat allemaal leuke reisjes te boeken voor iedereen, maar zelf durfde ze niet. Niet in een vliegtuig, niet in een autotrein, alles. Wat naar. Dus ja. En dan is dat echt heel erg als angst je leven beheerst, weet je wel. En ja, dat kwam natuurlijk ook omdat ze zichzelf wegcijferde en veel te moe was. En dan neemt angst ook grotere vormen aan, hè, als je heel moe bent. Dus uiteindelijk is het daar dus gelukt om te reizen. Doordat we gewerkt hebben aan die angst en dat het de juiste laten zijn. Maar ook aan het stukje, wat doe je eigenlijk allemaal voor iedereen buiten je werk om? En hoeveel rust heb je eigenlijk in jezelf? Nou, ook totaal niet. Wat heel veel mensen ook hebben is... Echt, ik moet nuttig bezig zijn. En dan zit je thuis en dan hebben mensen een burn-out bij wijze van spreken. En dan denken ze nog, ik moet nuttig bezig zijn. Ja, het meest nuttige wat je kunt doen is tijd geven aan je eigen proces. Precies, ik zeg het meest nuttige wat je doet is voor jezelf zorgen. In plaats van die kast uit te ruimen. Of, ja, ik vind kast uitruimen heerlijk ook. maar ik bedoel niet dat het moet. Dus nee, zo. Ja. Weet je wel. Maar gewoon... Het gaat ook heel erg, oh jongens, leg die lat toch eens wat lager eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Daar gaat het ook heel erg over. En durf in je eigen bubbel te gaan zitten. Ja. Dat zeg ik ook heel vaak hè, tegen de ouders. Hè? Als je mijn podcast kent, dan weet je het. Er is ook een aflevering. Volgens mij heb ik die kort geleden opgenomen. Of niet volgens mij. Die heb ik kort geleden opgenomen. Dat ging ook over die lat die wat lager mag. Dus, ja. Maar ga het maar eens doen. Weet je? En het is gewoon helemaal niet verkeerd om daar hulp bij te zoeken. Nee. Want we denken ook vaak, perfectionisten denken ook vaak. Mannen komen ook echt naar mij toe. Die schamen zich bijna. Ja, weet je wel? Van, ik moet hier hulp gaan zoeken. Ja. En ik baal hier zo van mezelf. Weet je, zitten zichzelf bijvoorbeeld al op de kop te geven. En je ziet het aan de buitenkant ook niet. Hè? Dus ouders die naar luisteren, is ook fijn om te weten als je dit herkent. Dat je echt niet de enige bent. En aan de buitenkant zeker is dat niet zichtbaar. Nee, elk huisje heeft zijn kruisje. Ja. Eigenlijk zou een soort van nieuw Facebook moeten beginnen met het echte Facebook of zo. Waar mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Maar het hangt ook af welke... Ik heb heel veel mensen die... Of heel veel following op Facebook. En ook veel vrienden. En het valt mij op. Maar goed, het zal met... Dat er ook heel veel gedeeld wordt over moeilijke dingen. Ja, nou misschien komt dat nu meer op gang. Gelukkig. Ja. Want kwetsbaarheid tonen is vaak ook een probleem. Ja. Want mensen denken kwetsbaarheid tonen is zwak. Zwakte. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt die Facebookgroep Sisters. Ken je die? Nee. Nou, dat is een enorme groep. Ik weet niet meer eens hoeveel daar nu in zitten. Heel veel mensen. Wow. En het wordt heel veel met elkaar gedeeld. Ja, en dat zorgt voor de verbinding. En mensen die echt elkaar ook ondersteuning geven. En ik ben er zelf niet actief op, maar ik krijg er wel berichten van binnen. Ik denk dat het daar ook door komt. Dat ik ook dat beeld. Ja, precies. Hey, en Sandra, als stel je voor de ouders die je naar luisteren en die herkennen hier veel van en zullen geholpen worden. Waar moet ze dan zijn? En wat voor manier kan jij ze helpen eigenlijk? Nou, ik heb gewoon mijn eigen praktijk in Zeeland. Maar ik begeleid eigenlijk mensen uit heel Nederland. Via Skype ook. Okay. Online. Dus hoeven ze niet naar jou toe te komen? Nee. Okay. Dat kan gewoon via Skype. En ik heb echt mensen uit Amsterdam en Groningen en zo. Ja. En dus dat kan gewoon 1-op-1. Maar ik heb ook online videotraining. Dus dat is eigenlijk de therapie die ik geef. Waarvan ik nu nog de helft nog niet eens heb verteld. Maar dus de therapie die ik normaal in de praktijk geef, die heb ik vertaald naar een online training. Ja, super. En die kunnen mensen dus ook volgen. Ja. En daar zit in ieder geval ook een stukje... Weet dat? E-mail ondersteuning bij voor mij. Want ik vind het wel belangrijk om altijd persoonlijk te betrokken te zijn. Weet je, ik wil niet alleen maar videotraining, dan zoek het maar uit de groeten. Want ik weet wat zo'n proces inhoudt. Ja, het zijn hele intensieve processen die je beschrijft. Ja. Dat heeft een jarenlange voorgeschiedenis. Ja, en ik wil graag dat mensen de ruimte voelen om daarin te reflecteren naar mij toe. Ja. En daar een stukje hulp te zoeken op het moment dat ze vastlopen. Dat ze het even niet zien. Dat uitzoomen even niet lukt. Ja. Dat ik ze daarbij kan helpen. Want ik wil dat niet onverantwoord doen, zeg maar. Dus vandaar dat mijn persoonlijke betrokkenheid vind ik altijd heel belangrijk. En dat kan allemaal op mentaalsterkmetsandra.nl gevonden worden. Ja, dus. Mooi. Hey, mooi Sandra. Dankjewel voor jouw verhaal. En, graag gedaan. En dan zeg ik altijd aan het einde. Doei doei. Doei doei.
Mooi. Dus ja. Mentaal sterker met Sandra. Nee, mentaal sterk met Sandra. Sorry. Mentaal sterk met Sandra. Ja. .nl. Ik zal het hier onder deze podcast ook even de link bijvoegen. Oké, is goed. En nu even het stopknopje. Oh ja, hier zit hij. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1-op-1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.